Nadat twee vrouwen melding hebben gedaan van verkrachting en intimidatie in hetzelfde studentencomplex in Diemen, is er veel onrust onder bewoners. Well, I feel angry and I feel scared. Extreem onveilig. En ja, dat maakt me boos, frustreerd, verdrietig. Op twee verschillende avonden in mei zou een man een vrouw hebben gevolgd die naar binnen liep. Eén keer zou dat tot een ernstig zedenincident hebben geleid. Meerdere bewoners vertellen vandaag dat ze niet meer zoals vroeger gewoon naar huis gaan. Het is eigenlijk meer gewoon ja, door de paniek heen naar binnen rennen. I'm sharing my location and I try to come home before midnight now because of that. And also what we sometimes do is like if we're walking back together from a place, we just text so that we can meet up and walk the rest of the way up. Constant om me heen, achter me aankijken, de deur dicht trekken als ik terugkom. Mijn fietssleutel tussen mijn vingers. Mijn vriend bellen zodra ik van zeg maar eigenlijk de straat in rij. And it's a bit weird that I came all the way from Brazil and I feel more unsafe here because of that. Because it's very, you know, there's a pattern. If it happens 2-3 times, it's not coincidental anymore. Vanmiddag is er een bijeenkomst geweest voor bewoners, georganiseerd door de politie en woningcorporatie De Kei. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Een huis is waar je veilig hoort te wonen. Dus vandaar dat het belangrijk is dat wij met de gemeente en de politie en de bewonerscommissie bespreken wat we nog meer kunnen doen voor de veiligheid van de bewoners. Volgens die bewoners gebeurt er nu veel te weinig. Als er shit gefixt moet worden, fix het. Want dat is het minste wat je kan doen. Er is een voordeur, er is één voordeur en die gaat altijd stuk. Hoe moeilijk is het? Er zijn camera's in het gebouw, die werken niet. Fix die. Als ze kapot zijn, moeten ze melden en dan gaan wij ze ook maken. En we zullen daar de komende tijd ook extra alert op zijn. Onze beheerder, zoals ik net zei, die loopt hier ook al extra rondes om ook zelf te checken of de deuren dicht zijn en niet kapot.